Hallo iedereen, ik ben Matteo de Klerk en normaal gezien ben ik wel redelijk technisch, maar om een of andere rare reden lukt het mij niet op de rollen. Vandaag ga ik er proberen verandering in te brengen en ga ik zoals een pro proberen op deze rol te springen zonder mij vast te houden aan een muurtje of zo, want op de cross is dit niet altijd het geval. Jullie kunnen vandaag meekijken met mij om mijn vooruitgang te zien. De eerste techniek die ik ga gebruiken is gewoon om al op de rollen te staan. En dan gewoon rustig beginnen te trappen terwijl ik op mijn bovenbest zit. En dan proberen op mijn zadel te kruipen en in te klikken. Ja. Oké, ik ga proberen om van de eerste keer op het zadel te springen. Nee! Oh, ben ingeklikt, ingeklikt. Ja! Ja, nu ben ik vertrapt. En nu weer afspringen. Dat lukt wel al goed. Ik had niet verwacht dat het zo rap ging gaan. Maar ik ben nog niet echt tevreden, want het is nog maar de eerste keer. Ik ga nu eerst nog een keer op die manier proberen. En dan ga ik straks op de andere manier proberen. Ja, dit is de manier. Et voilà! Deze manier lukt perfect. Ik dacht dat ik meer op mijn gezicht ging vallen en zo, maar dat is niet het geval. Misschien gaat dat nu wel gebeuren, want dit lijkt mij iets trickier. Ik ga zeg maar springen zo. En dan erop. En dan direct proberen te fietsen. Maar ik denk dat ik gewoon ga springen en er ga afvallen zo. Maar we zullen zien. Hij is er eindelijk. First try. Let's go. Ik dacht dat het veel moeilijker ging zijn, maar ja, het is nu ook redelijk makkelijk gegaan. Nu ga ik een derde methode proberen. Ik denk dat die eigenlijk echt wel onmogelijk is. Ik ga zeg maar langs van achteren. Zo met mijn voorwiel over deze twee. En dan op de rollen springen zo. Ik denk niet dat dit mogelijk is, maar we gaan het toch proberen. Oké. Ja, en nu moet ik echt ver springen. Hè. 1, 2... 3. Ondanks de koude temperatuur, door dit allemaal te doen, krijg ik het toch heel warm, dus ik heb een beetje pijn uitgedaan. Ah nee, te ver nu. Ja. Nee. Oh mijn god. Goed, ik ben daarnet gevallen, maar ik ga het toch nog een keer proberen als het niet lukt. Maar ik denk niet dat het mogelijk is, want als je rijdt, kan het toch moeilijk zo en getrapt, dan gebeurt er niks. Zo en dan ga je automatisch te ver. En bij het springen raak ik nooit van hier. Mijn hefboom van mijn been is gewoon niet lang genoeg om naar hier te geraken. Daarnet was ik er wel, met mijn wiel,
Maar doordat ik helemaal met mijn benen zo moest doen, was ik met mijn hup achter mijn zadel, waardoor dat zo met mijn blaas daar tegen zat. Maar ik ga nog één keer proberen. Mijn ketting werkt. Ik was erop! Maar ik ging niet op de trap! Wat was dat? Hé? Trap! Oh nee, dat is echt discriminatie! Nee! Ik was erop! Ah! Oké, nu zonder hand, nu zonder hand. Nog nooit gedaan. Oh shit. Is niet zo moeilijk. Oh, let's go! Het is gelukt. Oh, ben echt blij. Oké, ik kan er nu al opgaan zonder een muurtje te gebruiken. Van de 3 methodes die we hebben gedaan, er al op staan, er van achterop gaan en er van zij op gaan, van aan de zijkant erop te gaan, vind ik de beste om er van de zijkant op te gaan. Omdat dat, ja, ik weet niet, ja, dat gaat het beste voor mij. Maar nu gaan we proberen om er van de zijkant op te springen en dan zonder handen te rijden. Als ik zonder handen niet kan rijden, ga ik proberen zo met een springtouw. Zo, te springen om met mijn fiets, zo zonder handen. Oké, maar eerst leren zonder handen. Oké. Oh, oh. Ja, beetje snelheid. Wow. Maar ze bang dat ik langs de zijkant vanaf val. Oké. Ja, dit gaat vlot. Oh, oh. Gewoon rustig blijven. Oké. Denk dat ik dit goed genoeg kan. Nu ga ik proberen met de springtouw. Goed, ik heb een springtouw gevonden. Het was nog een tijdje zoeken, maar ik heb er een gevonden. Maar eerst tijd voor een koekje. Ondertussen nu wel al onder de knieën. Nu ga ik nog een beetje trainen. En jullie mogen zeker niet vergeten, like en subscribe!